Ja, 7:15 zou het beginnen. Het is allemaal wat minder strak gepland dan andere manifestaties. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat... Goedenavond. Soendos El Amari. Allerbeste mensen hier op de Dam. We staan hier als steunbetuiging aan de slachtoffers en de nabestaanden in Parijs. We staan hier ook voor het vrije woord. Mijn naam is Soendos El Amari en ik sta hier als Amsterdammer, als Nederlander en als cabaretier. Het vrije woord is voor mij alles. Dankzij het vrije woord ben ik wie ik ben. Het vrije woord is voor mij mijn werk, mijn leven, mijn zuurstof. En zonder kan ik niet bestaan. Je suis Charlie. We hebben straks een aantal sprekers. Voordat we gaan beginnen, we staan hier met z'n allen op de Dam. Maar we zijn niet de enige. In heel Nederland staan er mensen zoals wij bij elkaar. Om elkaar te steunen, om de mensen in Parijs te steunen. Ik wil jullie graag vragen om 1 minuut stilte te houden. En de minuut begint nu. Wij zijn Charlie. Wij hebben de allereerste spreekster, columniste Nausicaa Marbe. Ze komt eraan hoor. Daar is ze, Nausicaa Marbe. Goedenavond en dank voor de overweldigende, geweldige opkomst. Wat goed dat we hier staan. Ik hoop dat ik namens velen spreek als ik zeg dat ik vanavond liever geen reden had gehad om hier te staan. Op deze plek waar 10 jaar geleden... na de moord op Theo van Gogh ook verdriet, woede en frustratie zijn geuit. Wat een illusie dat het niet meer nodig zou zijn. De wereld is ten slechte veranderd. Dus zijn we er weer. Deze keer niet voor een Amsterdammer, maar voor een aantal moedige, geweldige, getalenteerde Franse satirici. Voor de medewerkers van hun blad en de politieagenten die ook in Parijs sneuvelden. Natuurlijk, ook voor het grotere plaatje. Voor het vrije woord, de vrije mening, de vrije pers, onze individuele vrijheid in dit vrije deel van de wereld. Begrippen die nu heel zwaar en ernstig klinken, maar die Charlie Hebdo met humor levensechte vleugels gaf. Allereerst dus een hommage aan hen die vermoord zijn door barbaren die steeds vaker toeslaan. Niet alleen in conflictlanden in de islamitische wereld, maar ook hier, dichtbij, zoals aangekondigd en aangemoedigd door de IS en zijn vertegenwoordigers in Europa. Waarom waren de Franse satirici zo belangrijk? Omdat ze moed hadden, onverschrokken doorgingen,
zich niet zoals zoveel door terreur lieten kisten. Ze draaiden niet, ze conformeerden zich niet. Ze logen niet, ze ontkenden niet. Ze bleven hun werk doen. Het grote verdriet van Parijs krijgt allereerst vorm in de rouw om de afgemaakte journalisten. Veelal mannen van rebelse, goddeloze tradities die bedreven waren in die pijnlijke, ontmaskerende, genadeloos pintere vrijheidsbeoefening die satire heet. Leve de humor. En leve de herinnering aan de moedige mannen en vrouwen van Charlie Hebdo. Alleen domoren en intoleranten zien daarin enkel en vooral belediging. Alleen moordenaars vinden die belediging een reden voor bloedige wraak. De satirici waren mannen met zelfspot. Die wisten dat humor de wereld menselijker en echter maakt. Menselijk, omdat zelfspot de soepelheid van de geest tekent. Het vermogen om veel te begrijpen en er speels mee om te gaan. Hoe anders kun je mens zijn? Speels en niet barbaars. En echter, omdat humor pas werkt als die een waarheid te kijk zet. Iets waar helemaal niemand omheen kan. Hoe je ook bent, wat je ook gelooft, wat je ook denkt. Geen wonder dat tirannen en al hun meelopers of bloedhonden daar bang voor zijn. Humor is duizendmaal krachtiger dan de leugenachtige macht. Maar wel in de geest. De potloden die veel omhoog houden en hielden zijn een symbool van geesteskracht. Hopelijk ook commitment om nooit een meeloper en goedprater te worden van hen die de individuele vrijheid willen vernietigen. In naam van welke ideologie en welk geloof en welke intolerantie dan ook. Prachtig, die geestkracht die zoveel mensen op straat drijft. Maar eigenlijk ook triest. Triest, die gaat op een dag toch ten onder. Als een overheid die vrijheid niet actief beschermt. En niet alleen met daden, maar ook en vooral met ideeën en beleid en actieplannen. Met herijking van de waarden die een vrije samenleving mogelijk maakt. Met intelligent beleid, met een ferme afwijzing in woord en daad van alles wat de vrijheid kapot wil maken. Dit zijn geen makkelijke tijden waarin we vrijblijvend kunnen afwachten waar de tijdgeest ons brengt. De vrijheid waar we hiervoor staan is niet meer zoals we zouden willen. Ze is al opgejaagd, bespat met bloed, verminkt, ontkend, verdacht gemaakt. Er is grote moed en wijsheid nodig voor herstel. Daarom mag de kreet Je suis Charlie geen wanhoopskreet zijn. Het is een belofte, een commitment. Wie dat zegt, wie die woorden omhoog houdt, en ik zie dat velen dat van harte doen vanavond, die heeft een levenslange verplichting. Die staat aan de goede kant. Politici en media, laat ons niet in de kou. De wil om ons niet te laten intimideren is groot. De geest is sterk. Maar we hebben ook lichamen, geliefden, kinderen, scholen, instituten, plekken voor werk en vermaak, huizen voor kunst en voor gebed. En die moeten ook actief beschermd worden. Met beveiliging, maar ook met een cultuur die niet capituleert, nooit capituleert voor dreiging en die iedereen zo goed hij kan moet uitdragen en beschermen. Politici en media, ik herhaal, laat ons niet in de kou. Met ontkenning, misplaatste voorzichtigheid, selectieve boosheid en gebrek aan moed komt u niet meer weg. Dit is een mijlpaal. Er zijn te veel doden gevallen. En we staan natuurlijk voor de mannen en vrouwen van Charlie Hebdo vanavond hier. Maar we staan ook voor de honderdduizenden onschuldige slachtoffers van de gewelddadige vrijheidshaters op de hele wereld. We zijn het ze verplicht. Leve Charlie Hebdo, de vrijheid en onze kracht en wijsheid om hier uit te komen. Dank u wel. Nausicaa Marwe.
We staan hier met 18.000 mensen. Wisten jullie dat? Mooi, hè? 18.000 mensen. Heb ik net gehoord. De mensen achterin hebben het ook net gehoord. We hebben een kleine satellietvertraging. En hier vooraan, ik weet niet of jullie het weten, maar hier vooraan staan redactieleden. Staan politieagenten, staan journalisten om hun collega's te steunen. Er staan Amsterdammers, wereldburgers, Fransen. En ook namens de politie en namens Amsterdam en Nederland, hoofdcommissaris Pieter Jaap Albersberg, die gaat nu voor jullie spreken. Dames en heren, de aanslag in Parijs heeft mij intens diep geschokt. Onschuldige burgers zijn kil omgebracht om hun werk. Twee politiemensen, Frank Binsolaro, Ahmed Mirabet. Het voelt alsof naaste collega's zijn omgekomen. Collega's die hun werk deden. Die 's avonds naar een dierbare zouden gaan, naar het einde van de dienst. Als politieman raakt het mij diep, wanneer politiemensen waar ook ter wereld slachtoffer worden van geweld. Helaas, dit komt dagelijks voor. Maar de kille executie van onze Franse collega's, bezig met bewaken en veiligheid, maakt me woedend. Natuurlijk, het kan ons overkomen. Het is helaas een beroepsrisico. Wij kennen het gevaar. Politieagent is een kwetsbaar beroep. Daar worden al mijn collega's weer aan herinnerd, na dit schokkende incident. En ondanks dat gevaar kiezen wij elke dag met hart voor ons beroep en gaan wij de straat op. De twee omgekomen Franse collega's zijn vermoord vanwege de vrijheden in onze westerse samenleving. Mijn collega's en ik staan voor de waarden van die rechtsstaat. Wij verdedigen onze waarden. Hier in Amsterdam, onze vrijheden, hier in Nederland en hier in Europa. Als politieman raakt het mij daarom diep wanneer politiemensen waar ook ter wereld slachtoffer worden van geweld. En zeker als dat op zo'n extreem nietsontziende manier gebeurt. Daarom zijn wij hier met onze collega's. Te paard en de fiets hieromheen om u te beschermen en u te geleiden, maar ook hier midden op het plein. En ik vind het vanzelfsprekend dat wij als politie hier meedoen aan deze manifestatie. Als het gaat om het verdedigen van onze vrijheden, dan stappen wij naar voren waarin anderen een stap terug doen. Dat mag u altijd van ons verwachten, die stap naar voren. Wij staan voor de vrijheid in onze stad, in onze samenleving. Wij staan in verbinding met de samenleving, met u. En we zijn dienstbaar en waakzaam. Wij als politie blijven werken aan een samenleving die veilig en rechtvaardig is en zal blijven. En ik zeg u, wij zijn er altijd. Voor een veiliger Amsterdam, voor een veiliger Nederland, voor een veilige samenleving. Dat willen wij samen met u. Nu, straks en in de toekomst. Dank u. Dank u wel, hoofdcommissaris. En dan gaan we nu luisteren naar minister-president Mark Rutte. Gisteren zijn in Parijs 12 mensen in koele bloeden vermoord. 12 poortwachters van de vrijheid. Ook van onze vrijheid. Vandaag staan wij op de Dam in Amsterdam en overal in Nederland. Eén in onze afschuw. Eén in woede, maar ook één in onze absolute overtuiging. En we zijn niet alleen. In heel Europa staan mensen nu naast elkaar. Hand in hand, schouder aan schouder, solidair met Frankrijk, met de slachtoffers en de nabestaanden. Wij staan hier omdat haat
en geweld het niet mogen en het ook nooit zullen winnen van respect en verdraagzaamheid. Wij staan hier. Wij staan hier omdat met vrijheid en democratie nooit gemarchandeerd kan worden. Halve vrijheid bestaat simpelweg niet. Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid, maar nooit zelfcensuur. Wij laten ons niet regeren door angst. Wij laten ons onze vrijheid niet afpakken. Dat is de boodschap die vanavond luid en duidelijk doorklinkt. Hier op de Dam en op heel veel andere plaatsen. Daarin zijn we eensgezind. En hoe verschillend mensen ook zijn, dit is wat ons bindt. Met elkaar en met de slachtoffers van gisteren. Het besef dat onze democratie een rijk, maar ook kwetsbaar bezit is. Dat we samen moeten verdedigen. Iedere dag opnieuw. En speciaal op een dag als vandaag. In ons land en in de landen om ons heen is ruimte voor ieders geloof en voor ieders overtuiging. En die vrijheid is niet altijd gemakkelijk. Want vrijheid is er niet alleen voor de aangename mening, de complimenten en de brave commentaren. Vrijheid is er ook voor vlijmscherpe en onwelgevallige kritiek. Voor scherpe verschillen en bijtende spot. Dat is het wezen van de democratie en tegelijkertijd de kern van echte vrijheid. Wat is immers het eerste wat dictators verbieden? Het bespotten van het gezag. Naast de kritiek is de vrijheid te bespotten het ultieme bewijs van onze beschaving. Dat we elkaar het zwijgen nooit opleggen. De moordenaars van gisteren probeerden het woord te doden door journalisten doelwit te maken. Laat ons antwoorden door luide woorden. Door scherpe woorden, door vrije woorden. De moordenaars van gisteren probeerden de veiligheid te doden door agenten te executeren. Laat ons antwoorden door solidair te zijn met onze politiemensen. Laat ons antwoorden door elkaar te beschermen. Laat ons antwoorden door de spot, de satire, de grap over alles en iedereen te koesteren. Voor fundamentalistisch geweld en onverdraagzaamheid is in onze samenleving geen plaats. En de laffe moord op 12 mensen sterkt ons alleen maar in die overtuiging. Wat er gisteren in Parijs gebeurde, laat zien hoe reëel en dichtbij de terreurdreiging is. We zijn en blijven alert. We zijn en blijven met elkaar waakzaam. Het komt hierop neer. Gisteren pleegde fanatici een barbaarse aanslag die ons allemaal raakt. Vandaag zeggen we met duizenden tegelijk handen af van onze vrijheid. De stem van Charlie Hebdo klinkt na gisteren
massaler en krachtiger dan ooit. En dat is het beste antwoord dat we kunnen geven. Minister-president Mark Rutte. Ik was vanochtend aan het praten met goede vrienden van mij. En zij vertelde mij dat ze zich heel kwetsbaar voelt. En omdat ze zich zo kwetsbaar voelt na gisteren, ja, dat voelt ze zich ook zwak. En ik zei tegen haar dat kwetsbaar zijn helemaal niet zwak is. Want als je kwetsbaar bent, sta je open. Sta je open voor andere mensen. En kwetsbaar zijn is juist heel erg moedig. En omdat we zo kwetsbaar zijn, daarom staan we ook met z'n allen vandaag hier op de Dam. Kwetsbaar zijn is niet zwak. Kwetsbaarheid is kracht. We hebben de laatste spreker, natuurlijk onze burgemeester Eberhard van der Laan. U bent echt met veel. Als één Charlie staan we hier om onze afschuw uit te spreken over de barbaarse aanslag op Charlie Hebdo. Wij betonen ons medeleven met de Parijse slachtoffers van deze terreur. En we betonen onze solidariteit met alle journalisten en alle politiemensen die dagelijks pal staan voor onze vrijheden. Terroristen proberen angst en verdeeldheid te zaaien. Op internet zagen we hoe meedogenloos ze te werk gingen. En dat boezemt angst in. Vanzelfsprekend. Maar moed is niet de afwezigheid van angst. Moed is het kunnen overwinnen van angst. En wij zullen iedere angst overwinnen. Cartoonisten gaven opnieuw het goede voorbeeld. Zelden verschenen zoveel en zulke goede cartoons als gisteren en vandaag. Terroristen proberen ook verdeeldheid te zaaien. Maar wij laten ons niet uit elkaar spelen. Wie wij ook zijn en waar we ook vandaan komen, wij blijven als één man, vrouw staan voor onze vrijheid. In Parijs en overal in Nederland, ik begreep in meer dan 34 steden en in de wereld, demonstreren op dit moment mensen zoals u en ik. Mensen die het principe huldigen, leven en laten leven. Die de bekrompenheid en het fanatisme van fundamentalisme verwerpen. Die wel beschikken over relativeringsvermogen en over gevoel voor humor. De terroristen bereiken niets, behalve dat er binnen één dag massaal en gezamenlijk tegen hun aanslag wordt gedemonstreerd. Een aanslag. Een aanslag kan ook in Nederland plaatsvinden, zoals 10 jaar geleden met Theo van Gogh. Hoe opener en vrijer een samenleving, des te kwetsbaarder zij is. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet weerbaar zijn. Onze kracht is juist dat wij onze samenleving met al haar vrijheden niet anders willen en zullen inrichten. Onze boodschap aan die vijanden van de vrijheid, die is: wij zullen niet wijken, geen millimeter, nooit, en daarom staan we hier. En de Fransen zeggen: je suis Charlie. Ik ben Charlie. En wij zeggen aan de Fransen: wij zijn ook Charlie, samen met jullie. Dank u wel. Burgemeester Eberhard van der Laan. Beste mensen, bedankt dat jullie allemaal hier waren. Bedankt
voor jullie steun, voor jullie kracht. Ik wil politie bedanken, redacties, journalisten, alle aanwezigen, de burgemeesters, wethouders, ministers, de gemeente Amsterdam natuurlijk. En voordat ik opkwam in het begin, hoorde ik een aantal mensen hier roepen, wij zijn Charlie. Dat lijkt mij een mooie manier ook om te eindigen. Laat ze ons in Parijs horen, wij zijn Charlie. Wij zijn Charlie. Dank jullie wel. Gaat u allemaal rustig en veilig naar huis. En bedankt voor jullie aanwezigheid. Het einde van de bijeenkomst in Amsterdam, gepresenteerd door Soundous El Amadi. Meneer Cohen, hoe kijkt u hiernaar? Ja, het is toch een indrukwekkende bijeenkomst. En dat laatste beeld ook, als je dat helemaal ziet, hoe dat er helemaal vol staat. En kernwoord bij iedereen is vrijheid. En tegelijkertijd zitten daar weer een paar andere kanten aan. Vrijheid is ook ingewikkeld, want je bent het niet met elkaar eens. En daar kan je ruzie over maken. Dat is nou juist zo belangrijker daarvan. Ik vond ook erg goed wat er gezegd over die kwetsbaarheid. Ja, we zijn kwetsbaar, maar er is ook weer moed voor nodig. Wat Van der Laan op het eind zei, moed is het overwinnen van angst. Ja, het zijn allemaal dat raakt de kern van waarom al die mensen vandaag in heel Nederland, in heel Europa bij elkaar zijn gekomen om dat te bewaken. Ja. Is het ook niet een tegenstelling dat juist gezagsdragers zoals premier en burgemeester zich sterk maken voor het recht om hen te bespotten? Want vaak gaat het natuurlijk om je keren tegen het gezag. Maar dat is nou juist de kern. Dat is nou juist de kern. Dat was ook terecht wat, ik weet niet meer wie het zei, maar hij zei van het ergste is het wat doen op een gegeven ogenblik dictators. Het eerste wat ze doen is zorgen dat er niet tegen ze geageerd wordt. Democratie betekent dat je open staat. Het is geleende macht, wordt er ook wel gezegd. Nou, en die macht kan dus ook aangevallen worden en dan moet je er ook staan. Ja, Rutte zei, we laten ons onze vrijheid niet afpakken. Ja. Hij had het verder niet over hoe we dat moesten doen. Het is natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk. En het feit dat zo ontzettend veel mensen hier bij elkaar staan en zeggen van dat is wat wij niet willen. Ja, dat natuurlijk, het is ook kwetsbaar. Natuurlijk is dat zo. Maar juist daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat je daar met elkaar staat. Democratie is een democratische rechtsstaat. Het is zo waardevol. En dat merk je weer op zo'n dag als vandaag. Ja, en daar komen dus, wat is het, 18.000 mensen voor? In Amsterdam. Ik zag net in Heer Hugo Waard komen er ook nog weer een paar honderd. Dat is fantastisch. Ja, ja. Over heel Nederland waren de mensen op de been vanavond. Dank u wel, Job Cohen, dat u vanavond even bij ons was. Ik heb mijn pennetje ook maar bij me. Ja, nee, of neem hem mee hoor. Op deze dag. Dat in Amsterdam veel mensen bij elkaar op de been waren. Dat was in heel Nederland zo. Een aantal steden in Europa en natuurlijk op de plekken waar het allemaal gebeurde in Parijs. Correspondent Joris van Poppel is op de Place de la République daar in Parijs. Joris, heb jij laatste nieuws over die klopjacht op de verdachten? We gaan niet naar Parijs, begrijp ik. We blijven nog even in Amsterdam. Wat gaan we zien? Astrid, ben jij daar? Ik begrijp dat we contact hebben met onze collega Astrid Kersenboom in Amsterdam. Nee, ja, Herman, ik hoor jou. Ja, nee, ik hoor je. Ja, de Dam langzaam stroomt er natuurlijk leeg. Ja. Ik hoor een heel raar geluidje in mijn oor. Dat is niet goed. Zeg Astrid, je vertelt over, er zijn drie... Ik praat gewoon door. Oh. De Dam stroomt zo langzamerhand helemaal leeg. 18.000 mensen, schat de gemeente ongeveer, dat er waren. 18.000 mensen dus, die naar vier sprekers hebben geluisterd. U heeft het allemaal kunnen zien. 18.000 mensen die opkwamen voor de vrijheid. Want vooral premier Rutte kreeg de handen op elkaar voor zijn uitspraak. Handen af van de vrijheid. Mensen gaan nu weer naar huis. Dus dit was het vanuit Amsterdam. Dankjewel Astrid. Ik wilde net al naar Parijs, maar dat gaan we nu doen. Naar Joris van Poppel op de Place de la République. Joris, er is een klopjacht gaande op de twee verdachten die achter de aanslag zouden zitten. Op Charlie Hebdo. Dat is in volle gang. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
Ja, wat we hier meekrijgen via gsm's, via wat mensen, waar mensen het hier toch ook over hebben, is die klopjacht. Kilometer of 30 verderop. Groot bos daar. Daar staan heel veel politievoertuigen. Er zijn heel veel mensen, er worden heel veel politiemensen daar ingezet. Boerderijen worden doorzocht. Huizen worden doorzocht. De twee broers, die zouden een auto hebben achtergelaten. Die zijn dat bos ingevlucht. Ze zijn zwaar bewapend natuurlijk. Er is eerder vandaag gezegd, ze hadden kalasjnikovs bij. Ze hebben een granaatwerper is gezien in die auto waar ze deze ochtend mee rondreden. Dus ja, de politie is op alles voorbereid natuurlijk. Een enorme klopjacht. Die is nu gaande. Ja, wat zal het zijn? 30, 40 kilometer hier vandaan. Hier vandaan en hier is dan de Place de la République, echt het hart van Frankrijk. Waar iedereen hier staat met de borden. Je ziet ze, je suis Charlie, net terwijl er in Amsterdam werd geroepen, ik ben Charlie. Tegelijkertijd klonk hier ook heel hard Charlie. Dus ja, het zijn twee complete werelden. Het geweld, 30 kilometer verderop en de oproepen hier, je suis Charlie. Je had het eerder vanavond over een soort serene rust die er hing over de Place de la République. Mensen die briefjes kwamen brengen. Is de sfeer dan iets veranderd? Ja, het is nog serene. Het is vooral heel anders dan wat ik meekrijg uit Amsterdam. Daar waren er de speeches, een felle speech van Mark Rutte net. Hier zijn er geen speeches, hier zijn ook geen politici die toespraken houden. Het is hier spontaan georganiseerd. Mensen houden zelf speeches, mensen komen zelf met allerlei spandoeken aan. Mensen brengen zelf kaarsjes mee. Af en toe gaat er iemand spontaan speechen. Ja, het gescandeer wat je hoort, vive la liberté, fraternité, dat soort termen worden hier. En echt wel dit hart van de Republiek, op dit plein, Place de la Republiek. Dat wordt hier gescandeerd. Het is wat chaotischer dan in Nederland. Maar ja, het is enorm sfeervol, verwarmend. En tegelijkertijd is het ook rauw natuurlijk. Rauw. En zegt iedereen hier, je suis Charlie. Omdat er bij Charlie Hebdo zo'n tragedie is geweest met zoveel doden. Dankjewel, Joris van Poppel in Parijs. Normaal is het van Parijs naar Deventer een enorme stap, maar vanavond niet. Want ook in Deventer en in Doetinchem is bij herdenkingen een minuut stilte gehouden. Beelden uit Deventer en Doetinchem. We gaan nog even terug naar Utrecht, waar we eerder vanavond ook, waar mensen massaal gehoor hadden gegeven aan een oproep van de burgemeester om te komen naar het Domplein. Ik ben Française. Ik wil alleen een enorm bedankt voor jullie vanavond. Dankjewel, Bernadette. Klasse. Het feit dat zij denken dat ze dat namens de islam willen doen, dat keur ik, dat keurt mijn leden, dat keurt onze gemeenschap keihard af. Ik denk dat het vanavond een hele grote demonstratie van eenheid wordt tegen die ongelooflijke barbarij van gisteren. Wij staan hier omdat haat en geweld het niet mogen en het ook nooit zullen winnen
van respect en verdraagzaamheid. En de Fransen zeggen: Je suis Charlie. Ik ben Charlie. En wij zeggen aan de Fransen: wij zijn ook Charlie. Samen met jullie. Dank u wel. De schrijvers, de zangers, de dichters, de cabaretiers, de journalisten. Iedereen die de kans heeft en die grijpt om te zeggen wat hij denkt. En dat ook vorm te geven. Dat is natuurlijk het cadeau wat wij van onze samenleving hebben gekregen bij onze geboorte. Als de vrijheid van het woord bedreigd wordt, past ons maar één ding. Onze stem nog luider laten horen. Nog luider laten horen, nog luider laten horen. Moi, je m'appelle Ahmed Abou Taleb. Normalement, je suis le maire de Rotterdam. Mais ce soir, je suis parisien et je m'appelle Charlie.